De bedoeling van deze serie, Leven met Lipodeem, is om mensen te vertellen over mijn ervaringen met Lipodeem. Het onbegrip van de wereld, eigen hersenspinsels en het zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Ik zou deze informatie toch niet voor mezelf kunnen houden. Ha! Daar ben ik weer, na een heel erg lange tijd. Sorry, maar ik heb nu eindelijk weer iets meer tijd om filmpjes te maken, hoop ik. Tenminste, ik doe mijn best. Ik heb mijn stage afgerond met een groet. Dat was echt super leuk. Nu zit ik weer op school. En ja. Hoe gaat het met me? Nou, met mij gaat het eigenlijk gewoon super goed. Ik ben heel blij dat mijn stage met de voldoende is afgesloten. Ik voel me goed. Lichamelijk, zeg maar. En mensen vraag je ook af hoe het gaat met mijn eten. Ik heb gemerkt dat als je één keer bijvoorbeeld iets tussendoor neemt, dat je dat dan steeds sneller weer doet. En dat je dan heel erg moet oppassen dat je niet weer in het oude patroon valt, zeg maar. Van je oude leefpatroon. Want het gebeurt gewoon heel gauw, want dat was zeg maar het makkelijke, het veilige. En dat heb je jaren zo gedaan. Dus dan is het heel erg logisch dat je dan op een gegeven moment gewoon daar weer in terugvalt. Dus als ik eerlijk ben, is het eigenlijk een paar weken zo dat ik gewoon ook onbewust, dan eet ik gewoon in één keer iets extra's tussendoor. Dat ik echt denk van, dit was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ik merk dat ik daarom nu wel weer moe ben. Dus dat is een hele goede stok achter de deur. Dat is alleen de zaterdag, de dag is dat ik gewoon kan eten wat ik wil. En dat ik dan zondag gewoon het weer oppak. Waar ik gebleven was en dan zo weer door tot zaterdag. Want daar voel ik me gewoon veel beter bij. Met sporten. Ja, het gaat op zich gewoon goed. Maar ik moet er zo erg bewust tijd voor maken. Dat is gewoon naarhaast. Ik wil het gewoon niet afraffelen, zeg maar. Ik wil daar gewoon de tijd voor nemen. Dat is heel erg lastig, want ik moet gewoon eigenlijk bijna elke avond weg. Ik heb nog heel veel schooldingen. En ik zit ook gewoon op school, dus soms wilde ik meer uren in een dag. Maar ja, daar heeft iedereen last van. Wat ik nog even dus wil meegeven in deze video is eigenlijk hoe blijf je zeg maar in het goede patroon. Hoe blijf je het volhouden? Nou, ik denk dat je vooral in je hoofd moet bedenken van wat was het doel? Waarvoor doe ik dit? Waarom deed ik dit? Waarom ben ik ermee opgehouden? Nou, ik weet heel goed waarvoor ik het doe. Ik wil me beter voelen. Ik wil niet dat mijn benen dikker worden. Ik wil dat het gewoon stabiel blijft. Ik wil mijn lichaam niet vergiftigen. Dus waarom zou ik allemaal extra dingen gaan eten terwijl het niet nodig is? Terwijl het geen zaterdag is, zeg maar. Nou, daar zijn eigenlijk geen antwoorden op. Ik bedoel, waarom wel, hè? Dat doe je gewoon niet. Dus dat moet je gewoon echt heel de tijd tegen jezelf zeggen van nee, waarom zou je dat doen? Je voelt je er niet eens beter door. Natuurlijk, af en toe kan, het is lekker. Maar echt met mate. Ik denk dat de een makkelijker is in bepaalde dingen volhouden dan de ander. Maar als het toch om je lichaam gaat, dan denk ik wel dat je makkelijker gewoon vol kan houden. Omdat het gaat echt om jezelf en echt om je lichaam. En daar heb je er maar één van, dus daar moet je gewoon echt zuinig op zijn. Als ik mezelf zo wil praten, heb ik gewoon in de gaten dat ik een soort van terugval heb gehad. En misschien nog wel steeds, durf ik niet echt te zeggen. Maar ik ben er nu wel echt bewust van. Daar ben ik sowieso al heel erg blij om. Ik kan wel, want ik vond mezelf heel erg dom dat ik soms gewoon weer dingen tussendoor at en zo. Maar ik denk niet dat ik dat moet doen, dat ik daarom heel erg boos op mezelf moet zijn. Want dat lost ook niet echt wat op. En zoals ik ooit heb geleerd, boosheid en het gevoel van, oh, ik mag het niet eten, maar en ik doe het wel. Dat zorgt ook allemaal weer voor stress. En dat is ook weer niet goed voor je. En ook vooral niet bij mensen met lipodeem. En ja, het is gewoon zo gebeurd. En ik ga gewoon weer verder waar ik was. En ik zie wel echt aan mijn lichaam dat ik sport en dat ik anders eet. Het is niet in één keer van zo naar zo. Maar de mensen in mijn omgeving die zien het sowieso. En ja, dat zegt toch wel heel wat, denk ik. Samenvatting, het gaat goed. Ik heb een soort van terugval gehad. Ik pak het nu weer helemaal op. En ik ga weer meer video's maken. Dat is tenminste het plan nu. Als het niet zo is, horen jullie het ook. Als je nog iets graag van mij wilt weten. Of als je graag wil dat ik ergens mijn mening over geef. Of hoe ik iets beleef of ervaar.
Laat het achter in de reacties. Dan kan ik dat behandelen. Dan heb ik weer een goed onderwerp. En daar helpen we elkaar weer mee. Dan wens ik jullie alvast een heel fijn weekend. En tot de volgende keer. Doeg!